Welkom, in deze tutorial gaan we kijken hoe we binnen SolidTech een ketting gaan maken. Ik ga direct eerst laten zien waar we eigenlijk naartoe gaan werken en waarom we dit willen gaan doen. Wat we gaan maken is hier te zien. Het is een ketting voor, in mijn geval heb ik het gebruikt voor een fiets. Vanzelfsprekend kan je hier je eigen kettingtypes voor gaan maken. Wat we in deze tutorial gaan kijken is voornamelijk hoe kunnen we nou die ketting een beetje makkelijk aanpasbaar maken en dat hij zichzelf eigenlijk de tandjes tussen gaat zetten. Nou, om eens te laten zien wat uiteindelijk het eindresultaat is, ga ik een aantal van die vlakken hier verplaatsen. Stel dat we nou het onderste vlak van het laatste wieltje 50 mm moeten verplaatsen, dan zien we nu, wanneer we alles gaan updaten, dat hij automatisch de ketting weer over dat pad heen gaat leggen en netjes op de goede plek. Een ander punt hiervan is, stel dat we die nou heel groot gaan maken, zoals 500 mm, dus dat betekent dat hij eigenlijk aan de bestaande tandjes niet genoeg heeft. En we gaan hem dan updaten. Dan zullen we gaan zien dat hij hier nieuwe tandjes gaat toevoegen. Dus dat is best wel vet. We gaan daar in deze tutorials naar kijken hoe we dit gaan maken. En ik ga ook tevens laten zien wat de mogelijkheden en beperkingen van deze werkmethode zijn. En nou, daar gaan we vanzelf doorheen. Dus daarvoor sluit ik de bestanden even af. En wat ik vervolgens ga doen is een nieuwe ISO assembly starten. Wat ik namelijk als allereerste wil gaan doen is tandwielen gaan aanmaken. En dat kan ik in mijn geval gaan doen in de zogenaamde engineering reference. Nou, die zal je eerst moeten installeren. Dat kan je doen, stel dat je dus student bent nu. Dan heb je als het goed is wanneer je je licentie hebt aangevraagd, krijg je ook het SolidEdge installatie. En je kan een SolidEdge installeren en iets daaronder zit ook Engineering Reference. Nou, dit geldt precies hetzelfde voor als je SolidEdge op DVD hebt of als je hem bijvoorbeeld van de GTAC website van Siemens afhaalt. Open het hoofddocument even en installeer dan vervolgens je Engineering Reference. Ik heb hem al geïnstalleerd, dus ik ga dat niet nog een keer doen. Dus ik ga direct door naar waar we gebleven waren. Even aangeven dat er niks aan de hand is voor Windows. En wat ik vervolgens ga doen is zo'n sprocklets plaatsen. Alleen voordat ik dat kan doen, zal ik even de samenstelling op moeten slaan. Nou, ik ga die samenstelling even opslaan in een nieuwe map voor mij. Dat ik in ieder geval even onderscheid heb tussen mijn bestaande ketting die ik zojuist liet zien en de nieuwe. En dit bestand is gewoon meer even voor een soort dummy part. Dus ik noem hem gewoon even basic. Niks geen moeilijks. En de reden namelijk is dat ik nu even van deze onderdelen ga maken. Nou, wanneer we hem op dubbel klikken of in het venster slepen, krijgen we een window. Ik ga hier niet al te lang bij stilstaan, omdat het mij voornamelijk nu even gaat om het genereren van wat basis tandwielen. En hiermee kan je nog veel meer. Je kan uitrekenen hoe die, of die tandwielen nou die bepaalde spanningen en zo aankunnen. Mij gaat het daar even nu niet om. Dus we gaan een aantal waarden invullen. Allereerst het normaal type A, dus selecteer die even daaruit. Vervolgens het kettingtype 81. Vul maar 100 watt in hierbij en een efficiëntie van 0,92. Verder een 3 aantal tandwielen. En de afstand tussen tandwiel 1 en 3 willen we aanpassen. Mocht je trouwens nou hier iets andere instellingen zien, ga dan even naar de options toe en zorg ervoor dat in dit geval bij de design criteria based on center distance is geselecteerd. En bij design method based on sprocket teeth. En hetzelfde geldt voor de andere twee opties. Kies er bij de bovenste even. Dan, we waren gebleven bij het aantal de kettingstanden. Dat mag gewoon 1 zijn. De speed 500 degree per second. En deze is vooral belangrijk wat we hier nu gaan invullen. Namelijk, we hebben een drietal zeg maar tandwielen. De eerste die mag 16 tanden hebben. En die aantal tanden intellen, dat kan je dus bij deze optie doen. Vandaar dat we de bovenste willen. Verder zorgen we ervoor dat hij een gat heeft van 30 mm. Vervolgens het tweede blad, dat mag een aantal tanden van 53 hebben en het gat van 15 mm. En de laatste mag 12 tandjes hebben en 5 mm gat.
Ten slotte mag er hier onderaan overal 500 worden ingevuld. Die afstanden die maken mij nu even niet uit. Ik ga ze namelijk zelf zo meteen instellen. Dus je kan ze gewoon genereren. Vervolgens kan ik op Calculate drukken. En we zullen dan zien dat die zogenaamd failed. Dit is zeg maar die Strength Validation. Nou, eventueel kan je daar nog waarde van aanpassen totdat die groen is. Nou, zoals ik al heb gezegd, dat is niet mijn doel nu. Mijn doel is om gewoon die tandwielen te gaan creëren. En dat ik daar zelf zo meteen mee aan de slag ga. Wat ik vervolgens moet gaan doen is dat opslaan. Ik sla ze nu gewoon even snel onder de normale bestandstypes om. Aan het einde ga ik dat nog even veranderen met de Revision Manager. Laat ik ook dat direct zien hoe dat werkt. Dus stel dat je nou gewoon, wat al vaker kan gebeuren in de praktijk, een bestand even snel wil opslaan. En later pas een keer de naam wil aanpassen. Dan kan dat met die zogenaamde Revision Manager. Wat later dus aan bod komt. Nou, we hebben de tandwielen erin staan. Een drietal stuks. Zoals gezegd, dit is mijn dummy part. Dus ik sla hem wel even op, maar vervolgens ga ik hem gewoon afsluiten. En ik start dan een nieuwe assembly. En dit wordt eigenlijk onze echte uiteindelijke plek waar wij bezig gaan met onze kettingconstructie. Nou, allereerst ga ik naar mijn map toe waar de bestanden in staan. En ik selecteer als eerst mijn grootste voorblad eigenlijk. Die laat ik gewoon ook even staan nu. Ik ga er verder niks bijzonders aan doen. Vervolgens selecteer ik in dit geval eerst part 2 bij mij even. En ik sleep ook direct even twee keer een part 4 erin. Zo. Dan ga ik beginnen met assembleren. Allereerst ga ik maar eens even zorgen dat alle zijkanten aan elkaar zijn geassembleerd. En met de drag component kan ik ze even een beetje van de standaard plek afslepen. Je zal drag component even opnieuw moeten activeren als je een ander part wil slepen. Zo, en wanneer we dat gedaan hebben, dan kunnen we verder. Wat ik ga gebruiken om die afstand tussen de betreffende tandwielen te bepalen en om eigenlijk dus het tandwiel op een bepaalde afstand te zetten, zijn zogenaamde parallel vlakken, planes. En die eerste die ga ik maar eens gewoon op 400 mm van het begin van het voorblad afzetten. Nou, mocht je trouwens dat nog willen, dan kan je eventueel de geometrie van die bladen nog wat aanpassen. In het voorbeeld wat ik heb gemaakt, die ga ik ook even openen. Kan je bijvoorbeeld dit soort aanpassingen doen. In mijn geval heb ik het dus echt richting een fietsvoorblad gedaan. Waarbij je dus eventueel nog wat extra features in dat part gaat toevoegen. Nou, gezien de tijd om deze tutorial enigszins beperkt nog in tijd te houden, ga ik dat nu niet doen. Mocht je dat dus zelf wel willen, dan kan je dus in het part en nadat je hem hebt opgeslagen, dat ga ik al eerst even doen nog, kan je daar dus in. Het bestand sla ik even op onder de naam Chain 3001 Assembly A. En vervolgens kan je hier wel in. En hier kan je vervolgens gewoon features toevoegen, want het is een ordered part in dit geval. Je zou zelfs hier nog wat wijzigingen kunnen doen. Goed, dat wou ik er nog even bij vertellen. En dan kunnen we nu weer verder gaan met het plaatsen van het tandwiel. Wat ik vervolgens ga doen is op dit vlak wat ik zojuist heb gemaakt, ga ik een schets maken. Ik zoom dan even een beetje uit. En gewoon een recht lijntje teken ik. Ik zorg er even voor dat ik hem horizontaal plaats. En ik lijn hem ook direct even uit met de origin in dit geval. Zo. Dan met de Smart Dimension ga ik daar bemating op zetten. Nou, de breedte van het lijntje dat maakt eigenlijk niet uit. Dat zetten we gewoon 40 mm. En de hoogte zetten we eerst maar eens op 65 mm. Om in ieder geval een idee te hebben. En wat ik dan vervolgens kan doen is bij de assembly functie kiezen voor een actual align. Vervolgens klik ik op de align. Je ziet hier ook zo'n stippellijntje verschijnen. En als tweede op het schetselement. Nou, wanneer we nu zo'n drag component pakken, dan zullen we zien dat deze mooie rondjes kan draaien. Nou, dat is natuurlijk de bedoeling. Als we dat proberen bij ons voorblad, dan zullen we zien dat dat niet gaat lukken. En dat heeft te maken dat ons voorblad, die hebben we er eigenlijk als eerst ingesleept, dus die is zogenaamd grounded.
Die grounded relatie die willen we dus even verwijderen. Nou, vervolgens wil ik natuurlijk nog wel zorgen dat in dit geval mijn voorblad ook kan draaien. Dus allereerst assembleer ik hem even op het Z-I-vlak. En de tweede assembly feature die ik ga toevoegen is een actual alignment van tevens de as, dus dat centerlijntje. En dan zet ik op het X, de X-as. Nou, en wat we dan zien is dat deze nu ook kan draaien. Nou, en nu komen we precies op het punt waar we nu nog mee bezig gaan als laatste. Dat zijn die laatste twee tandwieltjes. Ik ga er eigenlijk precies hetzelfde voor doen wat ik zojuist heb gedaan. Ik pak opnieuw een parallelvlak. Ik klik op dat ZX-plane. En vervolgens plaats ik die op 350 mm. Die afstanden die gaan we straks uiteindelijk nog veranderen. Om gewoon te kijken of onze ketting ook werkt zoals we hopen dat die gaat werken. Dan vervolgens teken ik weer een schetslijn. Die lijn ik uit met het midden. En ik geef aan dat die 40 mm breed mag worden. En ten opzichte van de origin wil ik deze graag op 40 mm zetten. Nou, opnieuw gaan we hier hetzelfde trucje vooruit halen. Met de assembly functie kies ik voor een actual alignment van de as van deze. En die lijnen uit met het sketchlijntje. Nou, de laatste dan. Opnieuw een parallel vlak ten opzichte van het ZX-vlak. En deze zetten we nu maar eens op 390 mm. Opnieuw een sketch hierop. Die mag natuurlijk wat lager komen staan dan. Zo. Dan de breedte 40 mm en de hoogte zetten we eerst maar eens op 80 mm. Nou, ietsjes lager kan die wel. Dat we deze op 100 mm zetten. En opnieuw met de assembly relatie gaan we hier een actual alignment toevoegen tussen de as en de betreffende sketch. Goed, dan zet ik de schetsen en de planes even uit. En wat ik dan vervolgens zie is dat alle tandwieltjes kunnen vrij draaien, maar ik heb ze wel gepositioneerd in de ruimte. En dat is het hele idee, want dit gaat namelijk onze basis vormen voor onze ketting. Nou, hoe gaan we die ketting nou maken? Dat is eigenlijk relatief eenvoudig. We geven eerst aan op welk vlak we tekenen. En wat ik vervolgens ga doen is een circles by center point tekenen. En die plaats ik eerst maar eens vanuit het center van elke tandwieltje. Plaats ik die en die kan ik plaatsen door even te zorgen dat de pairs aanstaan en dat betekent namelijk dat hij ook edges kan vinden van andere geometrie in deze omgeving. En op deze manier kan ik dus het middenpunt pakken van deze tandwieltjes. Zo. Nou, die wil ik natuurlijk dan ook even positioneren en daarvoor als ik dan hier overheen ga, dan klik ik op dit icoontje en vervolgens kan ik ze dus netjes positioneren. De reden namelijk dat deze rondjes dat ik die teken is dat het eigenlijk een soort basis vormt waarvan het centerpunt van onze ketting straks. Hetzelfde doe ik hier. Zo. En wat ik nu eigenlijk wil gaan doen is de basis van onze ketting tekenen. En daarvoor zorg ik ervoor dat ik een lijnen tussen de betreffende cirkels teken en daarbij zorg ik er dan voor dat ik een tangent relatie aanbreng zodat het dus een nette lijn wordt die altijd tangent loopt. Het voordeel namelijk zullen we straks zien wanneer ik bijvoorbeeld dit tandwieltje een beetje naar links schuif is dat automatisch die lijn ook tangent blijft meeschuiven. En die tangentheid hebben we nodig straks voor onze ketting. Nou, hetzelfde ga ik doen bij dit tandwiel, nou hier zie je al, hier kan ik hem automatisch al tangent aanbrengen. En bij deze hetzelfde. En vervolgens de laatste.
Die mag daar komen. En dan zien we dat we ze hebben. Nou, wat ik dan wil doen is vervolgens al die lijnen wil ik graag construction lines van maken. Want ik hoef namelijk niet de hele cirkel te gebruiken straks. En vervolgens wil ik graag een arc by 3 points. Wil ik tussen deze lijnen gaan toevoegen. En daarvoor zet ik even de peers weer uit, dat ik wat minder van die snap points heb. Zo. En die plaats ik tussen de uiteinden van deze rechte lijnen. En vervolgens klik ik hem gewoon op de betreffende cirkel, zodat hij automatisch staat. Nou, hetzelfde doen we hier. Soms moet je even een paar keer overheen gaan dat je de lijn goed hebt. En de laatste. Zo. Nou, we hebben nu eigenlijk de hele kettingpad hebben we liggen. Dus we kunnen daar terug nu. En wat we nu kunnen doen is eigenlijk de kettingstukjes gaan toevoegen. Ze schieten al best op. Tussendoor sla ik even het bestand op. En die kettingonderdeeltjes, die kan je zelf gaan maken. Dat is op zich niet zo heel veel tijd. Wat ik alleen ook aanbied, om vooral nu deze tutorial ook lekker vlot door te kunnen laten gaan, is dat je ze kan downloaden met de link onder de video. En daarbij kan je dan een zipfile krijgen, waarbij deze bestanden in staan. Dus kijk even onder de video, daar staat een link waar je dat vandaan kan halen. En deze die gaan wij toevoegen in de betreffende samenstelling. Nou, eventueel als je wilt kan je zelf natuurlijk die schakeltjes nog wat aanpassen qua geometrie. Als je denkt ik wil ze wat groter of kleiner hebben. Let er wel even op het type, want namelijk die tandwieltjes die hierin zitten, die voldoen dus officieel aan een 81 chain type. Wat we dus in het begin hebben ingesteld. En vervolgens slepen we gewoon één zo'n tandje slepen we naar binnen. Nou, wat we nu al zien is dat we deze eerst eens willen gaan uitlijnen met de betreffende assen. Dat in ieder geval dus axiaal op de tandwieltje staat. En dat gaan we doen door in dit geval te kiezen voor een center plane. En dan klikken we voor een dubbel. Waar we dus één zijde en aan de andere kant de tweede zijde selecteren. Vervolgens geven we gewoon de tandwieltjes de andere twee vlakken aan en dan plaats je hem automatisch in het midden. Nou, wat we dan nog willen doen, en dit zijn best wel leuke assembly features, die zijn namelijk nieuw sinds ST5 en ST6, is dat we nu ook ideaal hier een padrelatie kunnen aanbrengen. Daarvoor selecteren we de as van het tandwieltje en vervolgens plaatsen we hem gewoon op de lijn. Hetzelfde gaan we doen nu met de andere kant. Weer een pad. Even wachten en dan met de rechter muisknop kunnen we de quick pick selecteren. Zo. Die plaats ik hierop. En wat we dan vervolgens zullen zien wanneer ik deze ga oppakken en ga deze draggen. Dat ik deze gewoon over dit pad kan selecteren en die kan er zo langs heen lopen. Dus dat werkt wel super goed nu. Als ik dat dus heb, ik kan het zelfs nu aangeven dat ik een zogenaamde physic motion wil detecten. Wat dat eigenlijk inhoudt is dat ik nu zelfs voor elkaar kan krijgen dat, ik pak dan de andere kant even. En dan zal ik in dit geval het grote wiel even selecteren. Oh, nog even een keer. Dat ik hem zelfs over het tandwiel kan laten gaan en dat hij dus fysieke detectie dus automatisch herkent. Dat is wel best wel leuk. Let er alleen wel bij op. Ik heb zelfs ook testen gedaan als ik dat voor elkaar kan krijgen met een hele ketting. Want dat is natuurlijk wel heel erg tof. Alleen dat gaat met zoveel tandjes en zoveel relaties, met al die petrelaties, dat dat echt behoorlijk veel van je computer vraagt. Dus het kan zijn dat dat dus dat dat niet mogelijk is. En vandaar ook de oplossing wat ik in deze video ga aandragen om dat iets eenvoudiger en wat minder zwaar op te lossen met zogenaamde patterns. Nou goed, we gaan weer verder. Ik ga hem even proberen om hier af te halen nu. Zo.
Wat ik namelijk wil gaan doen is deze even assembleren met een connect relatie. En dan wil ik graag de as selecteren hiervan. En die wil ik gaan uitlijnen met hier het bovenste puntje. Hier zo, vertex. Excuus dat het zo lang duurt. Ik had iets naar rechts moeten. En vervolgens sleep ik twee keer het small connectiepunt erin. En daarbij selecteer ik vervolgens de cilinder. En dan het cilindertje van het betreffende tandwielstuk. Nou, die assembleer ik. Hetzelfde doe ik even met de tweede. Nog even een padrelatie aanvoegen hier. Zo. En dan de tweede. Pakken we ook hier de as. En die zetten we netjes op dit tandwieltje. En de reden dat ik namelijk dit nu deze later nog toevoeg. Dat zullen we zo meteen zien wanneer we dit in een patterns gaan plaatsen. Is dat je het anders niet voor elkaar krijgt om het netjes... om de tandjes netjes eromheen te vouwen. Maar dan gaat hij als een soort twee blokken gaat hij hem connecten. Waardoor dus uiteindelijk de tandjes niet meer aan elkaar komen te zitten. Nou, dit hebben we nu staan. Ondertussen kunnen we natuurlijk ook nu de tandjes niet meer bewegen. Omdat ik natuurlijk die relatie erop heb aangebracht. En wanneer we dit hebben gedaan, kunnen we eigenlijk met onze opzet voor die pattern bezig. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan daar allereerst eens een create part in place van maken. En ik wil graag een ISO part hebben, die ik gewoon in de standaard opties, gewoon in de samenstelling ga plaatsen. Die kan ik opslaan, dat doe ik nu even onder de naam part 5. En ik wil graag in de ordered werkmethode gaan zitten. Nou, wat ik vervolgens dan wil gaan doen, is een zogenaamde tear off sketch gaan maken. Waarbij ik... de copy sketch, waarbij ik de schets kopieer naar dat, zeg maar, ghost part die we nu gaan gebruiken. Nou, in het part zit vervolgens ook deze schets. En bij de surfaces gaan we nu van deze schets een extrusie maken. En de reden daarvan is namelijk dat we zo meteen die tandjes, dat we die netjes eigenlijk tangent kunnen gaan leggen met deze surface. Nou, wanneer we dat hebben gedaan... ga ik weer naar Home toe en daarbij selecteer ik een interpart copy, waarbij ik de body van een van die tandjes een surface copy gaan maken. Goed, wanneer ik dat heb gedaan, dan kan ik naar de curve pattern toe gaan. En hier komt eigenlijk een stukje bij kijken waarbij we de ware ketting eigenlijk gaan creëren. De body die we willen gaan patternen is het betreffende stukje wat we zojuist hebben gekopieerd. Daarbij wil ik een chain gebruiken, namelijk de betreffende schetsketting, het pad wat we zojuist hebben gecreëerd. En hier is het even belangrijk, waarom voer ik een spacing van 25 in? Nou, dat heeft eigenlijk te maken met dat de afstand tussen deze twee betreffende cilindertjes, die is 12,5 mm. Nou, verder wil ik graag dat dus als je dus... 12,5 bij elkaar optelt, krijgen we twee keer, krijgen we dus 25 mm. Dus om de 25 mm mag er zo'n betreffend stukje komen te staan. Dit is dus de reden dat ik 25 invul. Wanneer ik dus langere tandjes ga gebruiken, zal dat dus ook betekenen dat ik deze patternwaarde dus even moet aanpassen. Nou, deze waarde kun je dus invoeren. Vervolgens geef ik aan wat mijn betreffende beginpunt is. Ik gebruik de vertex hiervoor. Maar ik moet nog wel even een offset plaatsen. En dat is namelijk omdat ik het tandje nu ietsjes aan de rechterkant heb gezet. Dat ik eigenlijk het echte origin punt precies in het midden van dit tandje wil hebben. Nou, de reden, dat vertel ik nu meer mondeling, waarom ik dit tandje niet precies al midden heb gezet. Is dat hij dan onder een kleine hoek staat. Dus dan krijg je een effect dat alle tandjes onder een hoek gaan staan zometeen. Goed, dus ik vul hier een betreffende waarde van 6,25 in, namelijk de helft van 12,5.
En vervolgens kies ik voor een chain body. Dus namelijk hier geheel langs. Nou, en wat we dan zien is dat daar allemaal pattern tandjes al gaan verschijnen. Ik kan er vervolgens op preview klikken en dan zie ik ze staan. Nou, ik ben nu natuurlijk nog niet klaar, want ik heb nu eigenlijk maar één stuk tandje heb ik dat mee gedaan. Ik moet dat ook nog even met het andere stuk doen. Daarvoor moet ik eerst er even een interpart copy maken van dit betreffende onderdeel waar ik gewoon de body kan pakken. Vervolgens ga ik hier dus een curve pattern van maken. Waar ik opnieuw op de chain natuurlijk gaat staan. Deze mag hetzelfde blijven, 25, namelijk de afstand tussen de tandjes. Wat ik nu nog wel even wil aanpassen is deze waarde, namelijk de beginwaarde. Die is nu dus 12,5, namelijk dit stukje tussen de twee cilinders, plus de helft van zo'n schakeltje. Dus komen we op 18,75 mm uit. Nou, wanneer ik dan een surface moet nog even aangeven. Dat is dit betreffende surface. En wat we dan vervolgens zien is dat we eigenlijk onze ketting nu in surface stukjes hebben staan. Nou, ik kan dan teruggaan en dan de reden dat ik het namelijk doe is dat ik nu binnen de assembly kan ik nu de surfaces gaan aanzetten. We zien dan vervolgens deze pattern verschijnen. En met de normale pattern kan ik dat nu gaan gebruiken. Dus dat is best wel een leuke feature wat we nu hebben. Allereerst zet ik natuurlijk het onderdeel wat ik wil gaan patternen. Let er dan wel even op. We kunnen nu betreffende ghost onderdeel selecteren wat we hebben. En let er dan wel op dat we de goede pattern hebben. Want we hebben er nu namelijk twee. Namelijk eentje voor die, zeg maar, die tussentandjes en eentje voor de hoofdtandjes. Die hoofdtandjes die wil ik nu als eerst gebruiken. En ik zet dat gewoon op het algemene surface vlak neer. En vervolgens zien we allemaal tandjes verschijnen. Nou, je merkt al dat het beeld ietsjes langzamer wordt. In deze pattern valt het nog heel erg mee. Wanneer we al die onderdelen zelf zouden gaan assembleren, dan wordt het dan een heel ander verhaal. En dan wordt die helemaal, als je dingen gaat bewegen, wordt die echt heel langzaam. Dus dat is de reden dat ik ervoor kies om het nu zo op te lossen. Nou, hetzelfde willen we natuurlijk nog een keer gaan doen. Alleen dan nu voor de twee tussentandjes. Nou, opnieuw dat betreffende ghost onderdeel en die... Nu de pattern dus van deze tussenplekken. En vervolgens met finish voegen we die toe. Nou, ik ga dan voor het overzicht ga ik nu eventjes de surface weer uitzetten. En alle betreffende coordinate systems. En wat we dan zien is dat we een mooie ketting hebben. En een stuk sneller alweer. Nou, het enige nadeel wat ik hierbij moet vertellen is dat hier bovenaan... Dat die dus niet altijd netjes aansluit. En dat is de reden om de lengte van de ketting. Namelijk dat dit betreffende blauwe kettingstuk. Die zal dus zo lang moeten zijn dat precies de hoeveelheid tandjes inpassen. Nou, Solitech zal dat niet voor ons nu automatisch uitrekenen. Omdat hij gewoon een fill pattern doet. Dus totdat hij vol is. Dus dat is een nadeel van deze werkmethode. Zelf heb ik dus ook gekeken of ik het misschien op een andere methode op kan lossen. Dat ik bijvoorbeeld ga uitrekenen hoe lang deze blauwe lengte is. Dat kan je namelijk simpelweg doen door omtrekdelen te pakken. Hoe lang die hier namelijk omheen staat. Vervolgens rechterstukken weer op te tellen en uiteindelijk dus de omtrek te bepalen. Nou, aan de hand van de lengte van die tandjes zou je dan kunnen zeggen van nou, de omtrek die moet zo lang zijn om zoveel tandjes erin kunnen laten passen. Ik moet alleen daarbij zeggen dat ik dat aansturen daarvan, dat laatste stuk, dat is me tot op heden nog niet gelukt. Dus wellicht als ik daar een mooie oplossing voor heb, dan wordt dat een update hiervan. Nou, vervolgens wanneer we dit dus hebben, dan gaan we eens kijken hoe dat nou eigenlijk reageert. Oftewel al richting het einde van de tutorial bijna. Stel dat er nou eens een van deze laatste vlakken die we destijds hebben toegevoegd, dat we die willen gaan wijzigen, bijvoorbeeld naar 450 mm. Dan willen we hem even updaten, want we hebben nu alleen het pad, maar nog niet de pattern in het andere pad. Dat is namelijk een link, dat kunnen we hier ook zien. Dat kan je gaan updaten door bij Tools te kiezen voor Update All Links, of wat je hier dus al ziet, Alt plus U. En wat we dan vervolgens zien is, omdat deze langer wordt, zullen de standjes moeten worden bijgevoegd om dit compleet te maken. En dat kunnen we dus zien aan deze coordinate systems, dat hij hem dus netjes volmaakt.
Nou, hetzelfde geldt ook wanneer we bijvoorbeeld weer die lengte wat korter gaan maken. Dan ga ik bijvoorbeeld deze, het tweede vlak eens aanpassen. Die maak ik nu wat langer, bijvoorbeeld 380. En dan zullen we zien dat we nu updaten, dat er weer wat weggaat. Nou, dus op deze manier kunnen we dat heel mooi aansturen. We kunnen zelfs aangeven nu van, ik werk nu alleen met de vlakken. Stel dat we nu in de hoogte dus wat willen gaan wijzigen, dan kan ik nu natuurlijk mijn schets daarvoor gaan gebruiken. Hier hebben we die van 100 mm. Stel dat we die nou naar 150 willen maken. En vervolgens gaan we terug. Dan zal Solid Edge dat nu, omdat we vanuit een schets gaan, automatisch opnieuw gaan uitrekenen. En dan zien we hier dus weer dat er twee tandjes zijn bijgevoegd. Nou, een nadeel van deze methode is gewoon dat ik kan nu niet hier de pattern gaan draaien. Stel dat ik nou ervoor kies om terug te gaan naar de hoofdschets en aan te geven van ik wil graag de betreffende relatie daar even suppressen. En ik geef aan ik wil deze hoofdassembly gaan bewegen. Dan zullen we zien dat dat niet goed gaat met de pattern. Dus wil je echt dat hij netjes kan bewegen over het pad, dan zal je toch echt alles moeten gaan assembleren. Een maar zit er wel bij. Wanneer je dus dan het pad gaat veranderen, dan zal dat dus betekenen dat je nieuwe tandjes moet gaan assembleren of moet weg gaan halen. Dus dat hangt dus vanaf wat is je doel van het plaatsen van die ketting. Ik zal het nog wel even laten zien hoe het er dus uit komt te zien wanneer je zelf wat dingen gaat assembleren. Ik heb hem gedeeltelijk erin geassembleerd. En wat we dan dus bijvoorbeeld zien is dat wanneer we in dit geval een track component gaan doen, dan zien we dus dat we hem eventueel dus ook over dit pad kunnen gaan selecteren. Nou, wat je dus nu al ziet is dat hij een stuk langzamer wordt als wanneer we zo'n pattern hadden. En hij blijft ook wel ietsjes lastig om dat goed aan te sturen. En zelfs met een physical motor, dan zal hij daar heel erg veel moeite mee gaan hebben om dit rond te gaan draaien. Hierbij wil ik nog wel een andere nieuwe mogelijkheid zien wat we binnen ST6 hebben. En dat is voornamelijk van toepassing wanneer je ze allemaal los gaat assembleren. Dus wanneer we richting de tools gaan en kiezen voor een simplified, oftewel een versimpelde assembly. En we gaan dan naar een model toe. Dan zien we hier al iets wat ik zelf heb gedaan. Ik haal deze er even uit voor het overzicht. Is dat we nu een enclosure kunnen doen. En daarbij kunnen we aangeven dat we dus van een onderdeel. Dus laten we van dit onderdeel is deze samenstelling is de onderdelen gaan pakken. Daar kunnen we nu een zogenaamde box omheen zetten. Geef nog even aan wat voor vlak die op mag komen. En dan zullen we in ieder geval in een simplified part kunnen we nu heel eenvoudig alle onderdelen die eigenlijk hetzelfde zijn als deze kunnen automatisch herkennen en allemaal een versimpeld part laten worden. Het voordeel is, wanneer we met deze simplified parts werken, is dat het veel sneller werkt eigenlijk als dat we dus zo'n complete, wat zwaardere design assembly moeten laden. En hiermee, wanneer we dit nog een keertje gaan doen, zullen we zien dat we dat wat sneller kunnen gaan maken. En nu is de samenstelling al wat sneller. Goed, dit was meer een extraatje, dat wilde ik nog even laten zien. Dus op deze manier, wat we zojuist hebben laten zien, kan je dus een ketting gaan toevoegen. Het is voornamelijk voor het beeld, hoe dit eruit komt te zien. Wat je eventueel verder nog kan doen, is dus hier informatie uithalen van, zal dat qua tandjes gaan passen? Wat we nu bijvoorbeeld hieraan zien, is dat hij iets korter zal moeten. Dus een mogelijkheid is dat we aangeven, nou dat laatste tandwieltje, dat mag een klein beetje naar links of naar rechts. Hoeveel tandjes hebben we dan eigenlijk dus nodig? Dat kan je hier dus ook uithalen. Dus stel dat we nu hem naar 418 brengen, en ik update hem dan. Dan zal hij nog een millimetertje korter mogen, 417. En dan zetten we deze even aan. Dan zullen we zien dat hij nu dus netjes aansluit. En in dit geval voegt hij dus één tandje er extra bij toe. We kunnen in mijn geval, heb ik dat even zo gezet, dat ik dat kan zien aan mijn coordinate systemjes die erbij komen.
Nou, hopelijk heb je hier wat aan gehad aan deze tutorial. En kan je dat goed gebruiken in je projecten. Mocht je verder vragen of opmerkingen over de stof in deze tutorial hebben, dan hoor ik het graag. En anders tot de volgende keer. Bedankt voor het bekijken.